de Duitsers die vonden het belangrijk dat hun bewapening, de manschappen en dat soort dingen, dat die veilig waren voor aanvallen, voor bombardementen. Dit garagetje, zo zal ik het maar noemen, zoals u hier ziet, daar heeft het zoeklicht in gestaan. Dat was het belangrijk. Ja, dat was wel belangrijk, maar je ziet dat het heel erg scherp is geworden. Er zit een dak op van 20 centimeter dik maar. Dus als daar een bom op zou vallen, dan was daar niks van over eigenlijk. Hier heeft een zoeklicht in gestaan en een aggregaat wat daarbij hoorde om stroom te draaien voor het zoeklicht. Het zoeklicht konden ze dan naar die open bedding rijden of helemaal naar boven hier op het dak van de bunker. Dat zullen we zo nog wel zien, daar heb je echt perfect zicht overal naartoe. Dat zoeklicht dat kon horizontaal 4 kilometer ver schijnen en verticaal 7 kilometer. Dus dat is behoorlijk hoog. Hier heeft geen luchtafweergeschut gestaan. Dus wat ze hier deden is de vliegtuigen verlichten. En die werden dan vanaf andere posities, probeerden ze die uit de lucht te schieten. U kan zich voorstellen dat die vliegtuigen die vanuit Engeland kwamen, die gebruikten de eilanden. Flakkee en Voorne Putten en Schouwduiveland, noem ze maar op, om te navigeren. Want dat kon je vanuit de lucht, kan je dat heel goed zien. En dat maakte heel makkelijk om te navigeren eigenlijk. Vandaar dat hier zoveel vliegtuigen ook overkwamen. Dit was echt een aanvoerroute richting Duitsland voor de Engelse en de Amerikaanse bommenwerpers. Lopen we door naar boven. De pad en de klinken staan aan die kant. Dat je ruim zicht rondom hebt. En wat ik net nog ben vergeten te vertellen bij het schut wat beneden stond, die half open bedding, dat had een bereik van ongeveer 8 kilometer. Dus de toren van Voeree, zeg maar, die kon niet makkelijk raken. Ja. Dus dat is best wel best een eng. Dit tankkoepeltje, dat is eigenlijk een heel speciaal, of een speciaal. Toen we dit gevonden hebben, hadden we echt wel iets van, hey, dit is toch wel iets apart. Ja. Wat de Duitsers hier gedaan hebben, is de tanks die de Fransen gebruikt hebben toen de Duitsers binnenvielen. Het waren tanks uit de Eerste Wereldoorlog. Die waren toen de tijd, in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, waren die heel modern. Er zat, hadden een topsnelheid van 15 km per uur. Dus vandaag aan de dag is natuurlijk niks voor een tank, want die lopen misschien wel 70 tot 80 km per uur, misschien wel harder. Maar toen was dat in de Eerste Wereldoorlog was dat heel hard. Alleen ze hadden een panzer van 14 mm. Nou, dat is zoiets, dus dat was niks. Maar die Duitsers waren wel heel erg gecharmeerd van dat koepeltje wat erop zat, die tankkoepel. Daar zaten twee bemanningsleden zaten daarin. En de Duitsers hebben op grote schaal die koepels gebruikt als bescherming voor het complex net als de punt. Dus wat ook heel uniek was bij dat ding, er zat een optiek bij om te richten. Dat was, ja, voor die tijd was dat heel uniek. En daar waren de Duitsers ook erg weg van. Dus die hebben ze hier gebruikt. En dit koepeltje hier had ook nog als extra functie de Oudorpers mochten gewoon vissen in de oorlog. Maar ze moesten wel s'avonds voor een bepaalde tijd binnen zijn. En dat werd hier vandaan werd het in de gaten gehouden. Degene die hier zat, die zat door het optiek te kijken. En die schreef gewoon op, ik noem maar even wat. De Oudorp 1 gaat om 7 uur 's ochtends naar buiten. En die moet dan bijvoorbeeld om 4 uur is hij weer binnengelopen. Dat deden ze hier vandaan allemaal bijhouden. En het leuke om er ook nog bij te vertellen is dat zoals die Fransen die tank toen ontwikkeld hebben, die indeling die daarin zit, die wordt vandaag aan de dag nog steeds gebruikt in de bouw van een tank. Dus die zitten nog steeds, die mensen zitten nog steeds hetzelfde in de tank, zeg maar. Dus dat is dit koepeltje. Het is een heel klein dingetje, maar het is best wel een uniek dingetje. En vroeger moest je daar bij Maat van Gorsje gaan. Je nee, en dan werd er van Wessen dus. Ja. Ja, dat mag niks van jou. Ik zal zo vertellen waar ze dit. Nee, het is anders.
zaten. Dit is hetzelfde idee, maar toen gaf ik al aan, ze bouwden bunkers uit een standaard type. Hè? Maar hier hebben ze een extra dak aangemaakt, ook ST-kwaliteit, dus ook 2,5 meter dik. Waarvoor hebben ze dat gedaan? De Duitsers bouwden altijd bunkers met de ingang van de vijand af. Logisch zou je zeggen. Maar omdat dit hier precies op de kop lag, kon het eigenlijk vanuit alle kanten onder vuur genomen worden. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben deze extra overkapping hebben ze gemaakt. Die scherfwanden aan de zijkant zijn er extra aangemaakt. En voor de rest is die precies hetzelfde als de bunker waarin geweest zijn. Net als daar de garage voor het geschut. En als we hierin zouden gaan, kunnen we nu niet in, maar als we erin zouden gaan, ziet hij er van binnen precies hetzelfde uit als de bunker waar we in geweest zijn. Om te vertellen van deze bunker, is waar gelukkig nog geen graffiti op zit. Dat is nog de originele camouflage die erop gezeten heeft. Die is zo onder het zand vandaan gekomen. Dus dat is wel, wel uniek. Voor de... Dus dan gingen ze hier ook met een geschut van daaruit de garage. Wij denken eigenlijk zelf dat... Geschut geregeld hier lekker. Of niet, er is te veel beton ingegaan en te veel manuren. En,